Hoi, afronden, hoeken berekenen, snelheid naar tijd. Je gaat het allemaal horen tijdens dit eindexamenspreekuur wiskunde voor basisleerlingen. Gelukkig hoef ik het jullie niet uit te leggen, want dan gaat niemand het halen, denk ik. Maar onze twee topdocenten van vandaag kunnen dat veel beter. Ik ga ze aan je voorstellen. Te beginnen bij Marjolein. Welkom. Hoi. Hoe gaat het hier? Ja, heel goed. Ik heb er heel veel zin in. Goed dus, zo. Gelukkig maar. Ja. Jij bent natuurlijk wiskundedocent. Hoe gaat het een beetje met wiskunde bij jou in de klas? Staat u voor? Ja, ik vind het altijd wel heel erg leuk om dingen even uit te leggen, tekeningetjes erbij te maken. En vooral ook met de kinderen aan de slag te gaan. Dus dat is wel... Wat is nou een fout wat je vaak voorbij ziet, die je vaak voorbij ziet komen? Ja, ik vind het heel moeilijk dat ze soms hele mooie berekeningen maken, maar helemaal geen goed antwoord op een vraag geven. Dus dat ze iets anders gaan uitrekenen dan dat eigenlijk de vraag is. Oh, ja. Dat vinden ze heel lastig. Oh, ja. Daar ga je vast vandaag meer over vertellen. Ja, zeker. En dat duidelijker maken. Ga ik eens naar onze tweede docent van vandaag. En dat is Anita. Hallo. Welkom weer. Dank je, Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja? Goed ook zo. Heel veel zin in. Ja, goed zo. Ik vroeg me af, als wiskundedocent, zijn er nog dingen in wiskunde die jij zelf moeilijk vindt? Of is het dat jij alles al weet? Nou, ik vind vooral bij statistiek soms nog wel moeilijk. Want dat is niet altijd helemaal logisch. En dan moet ik echt wel nadenken van, welke kant moet het nou eigenlijk op? Ja. En dat vind ik dan ook moeilijker om uit te leggen aan leerlingen. Ja. Is dat iets wat we vandaag ook gaan bespreken? Nee, of statistiek niet? zit gelukkig niet Mooi. In het eindexamen. Oké, goed zo. Gaan we snel beginnen met de kijkersvraag. Die komt van Bente. Zij vraagt zich af, hoe kun je nou het beste afronden? En Marjolein staat al klaar om die te beantwoorden. Ja, hallo. Ik ga eens eventjes iets uitleggen over het afronden. En daarvoor schrijf ik eventjes zomaar een getal op. Als ik ga afronden, staat er altijd bij, wanneer ga ik op hele afronden, op 1 decimaal of 2 decimalen. En dan ga ik het volgende doen. Als ze zeggen ik ga op hele afronden, ga ik zorgen dat alleen maar het eerste getal daar staat voor de komma. Achter de komma staat een 3. Als dat een 5 of hoger is, moet die 6 omhoog. En anders laat ik die gewoon staan. Dus als ik dit getal afrond op hele, is dat 6. Op 1 decimaal is dat 1 getal achter de komma. Ik heb de 6, die blijft zo staan. De 3, de getal daarachter is een 8. Dat is een 5 of hoger, dus gaat dit getal omhoog. En krijg ik, als ik hem afrond, 6,4. 2 decimalen, 2 getallen achter de komma. En ik heb hier een 6, die blijft staan. De 3 blijft nu gewoon staan als 3. De 8, die moet omhoog, want de 7 daarachter is een getal dat 5 of hoger is. Dus gaat die omhoog en dan komt daaruit 6,39. Zo ga je afronden. Controleer ook altijd even wat ze precies vragen. Vragen ze om 1 decimaal, vragen ze op hele en geef dan antwoord op de vraag. Ja, succes! Dankjewel Marjolein. En Anita staat al klaar om ons meer te vertellen over facet en hoe je eigenlijk het examen daarin maakt. Ja, op BL-niveau maak je het examen digitaal. Dus dat betekent dat je het examen in facet gaat maken. En je ziet hier al achter mij het scherm openstaan. En in facet zit een aantal knopjes en mogelijkheden om je te helpen bij het beantwoorden van de vraag. Het belangrijkste tool die je hebt in facet is natuurlijk je rekenmachine. Die zit hier in het midden boven. Als je daarop klikt, dan opent die zich hier en dan kan je daar al je berekeningen maken. Daarnaast zie je nog een paar andere tools, namelijk de kompasroos of koershoekmeter of gradenboog. Hoe je het ook noemt bij jullie op school. Een liniaal, een aantal speciale symbolen, geodriehoek en je markeerstift. Nou, als je ergens op klikt en dan nog een keer, dan verdwijnt het gewoon weer. We gaan beginnen met de eerste vraag. Het eerste thema is kamerhuur. Het gaat over Isa, die gaat op kamers wonen en ze krijgt elke maand een studiebeurs van €285. Daarnaast heeft ze een bijbaantje. Om te berekenen welk bedrag er per maand binnenkomt, gebruikt ze een woordformule. En de woordformule staat hier in het midden erbij. Het bedrag is 285 plus €6,70 keer het aantal uur. Dus je ziet hier een formule. En ik vind het altijd fijn om dan meteen even te bedenken, wat staat daar nou eigenlijk? Nou, er staat dat het begint bij 285 en dat er vervolgens per uur steeds €6,50 bij komt. He, er zit regelmaat in. En als we hier een grafiek bij gaan tekenen, dan wordt dat natuurlijk een rechte lijn.
Het bedrag is in euro's en het aantal uur zijn de gewerkte uren per maand. Nou, ik ga even highlighten door formule. Sorry, je moet dus eerst even de tekst selecteren. En als je dan op de highlighter drukt, dan wordt die geel. Dan ga ik kijken naar de vraag. Hoeveel euro verdient Isa per uur met haar bijbaantje? Typ je antwoord in. Als ik een vraag ga maken op het examen, dan vind ik het altijd handig om meteen eerst even te kijken naar hoeveel punten is deze vraag. Want dat geeft mij veel informatie. En ik zie dat deze vraag is maar één punt. Dat betekent dat ik niet iets hoef te berekenen. Ik moet gewoon het antwoord even opzoeken in de tekst en die hier noteren. Hoeveel euro verdient ze per uur? Nou, dat kan ik dus zien in de formule. Want het begint bij 285, maar er komt per uur 6,70 euro bij. Dus dat is wat ze per uur verdient. Dat ga ik hier invullen. 6,70 euro. En dan ben ik al klaar. Ga ik naar de volgende. Nou, de tweede vraag gaat nog steeds over kamerhuur, want het is één thema. En je krijgt altijd over één onderwerp meerdere vragen. Dus je ziet dat dezelfde formule er nog steeds staat. En er staat nu een andere vraag. Namelijk, laat met een berekening zien dat als Isa 20 uur werkt per maand, het bedrag dat binnenkomt 419 euro is. Dus ik krijg nu de input voor de formule, namelijk 20 uur. En ook al het antwoord dat eruit moet komen, namelijk 419 euro. En als ik weer even kijk naar het aantal punten voor deze vraag, het is één punt waard, dan is het ook wel logisch, want het antwoord weet ik dus al. Ik moet alleen laten zien wat de berekening is. Dus ik pak mijn rekenmachine erbij. En ik ga die 20 invullen in de formule die we hebben gekregen. En in de formule staat de berekening 285 plus 6,70 euro keer het aantal uur. En voor het aantal uur vul ik nu 20 in. Dus ik krijg plus 6,70 euro keer 20. En als het goed is, als ik op is druk, komt er dus 419 uit. Nou, dat klopt gelukkig. Dan gebruik ik hier de knop om te kopiëren en plakken vanuit mijn rekenmachine. Die ga ik elke vraag heel vaak gebruiken. En je ziet dat die er meteen hierin komt te staan. En dan heb ik voor één punt de berekening laten zien. Kan ik door naar de volgende vraag. Bij vraag 3 gaat het nog steeds over dezelfde formule. En ik zie dat deze vraag 4 punten is. Dus hier zal ik wat meer moeten gaan doen. De vraag is, teken de grafiek bij deze woordformule. Vul zelf de getallen bij de verticale as in. En je mag de tabel gebruiken. Nou, ik zou zeggen, gebruik de tabel altijd. Want ik moet zelf de getallen gaan invullen bij de verticale as. En ik kan pas een verdeling van de as gaan maken als ik weet waar ik naartoe moet. Naar welk getal moet ik? Als ik op de horizontale as kijk, dan zie ik dat die tot de 50 gaat. Dus als ik 50 uur invul, dan wil ik even weten hoeveel euro daar dan uitkomt. Want dan weet ik wat het hoogste getal is waar mijn verticale as naartoe moet. Dus ik pak even mijn rekenmachine erbij en ik ga weer de berekening erin zetten. 285 plus 6,70 euro keer 50. En dan kom ik uit op 620. 620. Nou, met één punt kan ik natuurlijk geen grafiek tekenen, dus ik zal nog meer punten nodig hebben. En handig is natuurlijk, waar moet ik beginnen? Dus als ik 0 uur heb gewerkt, of als Isa 0 uur werkt. En dan kan ik hier in mijn rekenmachine gewoon even op de delete-knop drukken. En dan gaat alleen die 50 weg. En dan maak ik daar 0 uur van. En dan komt er 285 uit. Nou, met twee punten kan ik wel een grafiek van een rechte lijn maken. Maar we doen altijd nog even een derde voor de zekerheid. Dus ik kies iets in het midden, 25. En dan ga ik weer met delete die 0 weghalen. En daar maak ik nu 25 van. En dan kom ik uit op 452,5. Nou, dat is een lekker handig getal om in de grafiek te moeten opzoeken. Maar we kunnen in ieder geval kijken of dat ongeveer goed uitkomt. Nou, dan kan ik nu beginnen met het gaan invullen van mijn antwoord. Dus ik begin met die as. En die as die begint natuurlijk bij 0. Altijd. En hij moet in ieder geval tot 620. Om nou te kijken hoe ik die as verdeel, ga ik even kijken hoeveel stappen ik heb te zetten. Van 0 ga ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stappen zetten. Handige stappen zijn natuurlijk altijd de 10, 50, 100, 250. En om te zorgen dat ik hier ergens bij 620 uitkom, denk ik dat 100 wel handige stappen zijn. Dan kom ik namelijk tot 800 en daar zit 620 nog in. En hij moet natuurlijk ook wel een beetje op het einde zijn, want als mijn hele grafiek onderin ligt, is ook niet helemaal de bedoeling. Dus ik vul deze zo netjes in.
facet helpt je een beetje door te zeggen dat je pas verder kan als je die getallen hebt ingevuld. Dus je kan het niet vergeten. Altijd fijn. En dan ga ik nu punten zetten. Want die verticale as invullen, dat was natuurlijk je eerste punt. Maar we moeten nog 3 punten halen. En je krijgt 2 punten bij deze vraag om voor het juist zetten van de stippen. Dus ik heb hier de stip. Als ik nu ergens klik, komt daar een stip te staan. En het eerste punt is bij 0 uur is het bedrag €285. Dus dat zit tussen de 250 en de 300 in. En dan net een beetje meer naar 300. Dus dan zet ik hem ongeveer hier. En na 50 uur is het 620. Dus dan ga ik naar tussen de 600 en de 650 in. En dan net een beetje onder het midden. Zet ik ook een stip. En dan pak ik de rechte lijn. Want het is een formule met regelmaat. Dus het moet een rechte lijn worden. En dan trek ik van de ene stip. Oh, ik moet mijn muis ingedrukt houden. En dan trek ik de lijn naar de andere stip. En dan controleer ik even. Als ik bij 25 kijk, woep, zit ik dan ongeveer op 452,5. Yes, hij klopt. Mooi. Het laatste punt, het vierde punt, is dus voor het feit dat je de rechte lijn hebt getekend. En er zit hier ook nog een knop voor een gebogen lijn. Maar als je die had gekozen, dan is het dus helaas fout. Nou, gaan we door naar de laatste vraag bij dit thema. Vraag 4. Vraag 4 heeft 3 punten, dus daar zullen ook weer meerdere stappen gezet moeten worden. Het gaat nog steeds over dezelfde formule. Isa moet per maand €457 aan kamerhuur betalen. Bereken hoeveel hele uren Isa minimaal per maand moet werken om de kamerhuur te kunnen betalen en typ je berekening in. Dus ik moet uitkomen op €457 en ik zie hier staan hoeveel hele uren. Dus ik moet afronden op hele uren. Ik hoef dus alleen maar te proberen hoeveel hele uren moet ik invullen om te zorgen dat ik aan die €457 kom. Ik weet dus waar ik op uit moet komen en ik ga inklemmen. Dus ik ga gewoon proberen tot ik op het juiste getal uitkom. En om die 3 punten te halen moet ik laten zien hoe ik aan mijn antwoord ben gekomen. Ik pak mijn rekenmachine erbij en ga ik even een beetje gokken. Ik moet op 457 uitkomen. Ik pak als eerste 25 uur. Ik doe 285 plus €6,70 keer 25. Kijk even waar ik uitkom. 452,5. Nou, ik heb al goed gegokt meteen de eerste keer, want ik zit al in de buurt. En als ik in de buurt zit, dan klik ik meteen even op het plakkenknopje, zodat hij er komt te staan. En dan ga ik de volgende proberen, want ik zit wel in de buurt, maar ik zit nog niet boven de 457. Dus ik heb nog niet genoeg geld. Dus ik ga weer even met delete die 25 weghalen. En dan probeer ik eerst maar eentje hoger, 26. En dan kom ik uit op €459,20. En dan zit ik nu dus boven die 457. Dus die plak ik er ook meteen in. En nu heb ik meteen laten zien dat als ik na 25 uur werken nog niet aan die 457 zit, maar dat ik na 26 uur werken wel daarboven zit. En dat zijn de 2 dingen die ik moet laten zien. Ik heb er 2 dingen staan. Ik heb eigenlijk voor mezelf al het antwoord nu, want ik weet met 26 uur zit ik boven die 457. Maar ik moet natuurlijk nog wel mijn derde punt binnenhalen, dus ik moet de conclusie nog even opschrijven. Ik moet antwoord geven op de vraag. De vraag is, hoeveel hele uren moet ze per maand werken? Het antwoord is dus 26 uur. En dan heb ik 3 dingen opgeschreven en kan ik dus als het goed is 3 punten halen voor deze vraag. Dankjewel Anita. Er zijn best wel wat stappen die je moet zetten in die 3- en 4-puntsvragen. Ja. Heb je nou nog een tip van hoe je ervoor zorgt dat je die stappen niet overslaat? Dat je misschien iets vergeet te doen? Ja, nou het is dus heel handig om aan het einde van het invullen van je antwoorden nog even te lezen wat was de vraag ook alweer en te bedenken heb ik daar nu antwoord op gegeven. En ook te kijken naar hoeveel punten krijg ik voor deze vraag en heb ik nu zoveel regeltjes ook eigenlijk in mijn antwoord staan. Ja, goeie. Dankjewel. Dan gaat Marjolein je meer vertellen over ruimtefiguren. Hallo, ik ga verder met ruimtefiguren. Ik ga ondertussen heel even doorklikken, want we slaan een paar opdrachten hiervan over. En we gaan verder en we gaan het hebben over tiny houses. Ruimtefiguren, er zijn heel veel verschillende ruimtefiguren binnen de wiskunde. Ga niet met vlakke figuren dat door elkaar halen. Een ruimtefiguur is als je 3D kan zien. Dat is een ruimtefiguur. De eerste vraag hier
Een lekkere meer keuzevraag, daar staat welk wiskundig figuur herken je in het Tiny House? Het Tiny House, dat is eigenlijk een gebouwtje waar je helemaal kan wonen, maar waar de oppervlakte, woonoppervlakte, heel erg klein is. Nou, een cilinder, daar denk je altijd aan bij een wc-rolletje. Dat is echt een cilinder, een rondvorm, die kan ook draaien. Een piramide, denk aan de piramides in Egypte. Een prisma, dat is een andere soort vorm die rechthoek heeft en een ander vlak. En een kegel, denk dan aan zo'n pion, zo'n oranje pion. Piramide en een prisma wordt best wel vaak door elkaar gehaald. Onthoud dat een piramide naar een punt gaat en in die punt alle vlakken bij elkaar komen. Dit is een prisma, want die heeft aan twee kanten een vijfhoek. Dus dat is een prisma. Eén punt, een meerkeuzevraag, dus dat is een prisma. Volgende vraag. Deze vraag gaat over aanzichten. Aanzichten wordt best moeilijk gevonden. Denk er altijd aan, je gaat echt in een hoekje staan en je zorgt dat je iets plat drukt. Ik moet gaan kiezen welke foto bij welk aanzicht hoort. Ik zie aan de linkerkant zie ik de plaatjes van aanzichten en aan de rechterkant zie ik een plattegrondje van bovenaf, een bovenaanzicht. Ik zie bij plaatje 1 zie ik een boom aan de linkerkant. Ik zie dat het huis een beetje schuin staat en ik zie dat ik het hele huisje van de zijkant zie. En dan twijfel ik nog tussen A en B. A staat er iets dichter bij de boom, dus dat is het goede antwoord. Bij plaatje 2 zie ik kijk van de voorkant, ik zie aan de linkerkant de boom staan. Ik kan die goed eruit halen en ik kijk echt recht door het huis heen. Dus dat moet plaatje C zijn. Ik zal hem ondertussen een beetje naar beneden doen. Plaatje 3, daar zie ik dat de boom meer aan de zijkant staat. Ik zie nu dat deze meer naar de linkerkant staat. Dus dit moet A zijn en die andere moet B zijn. Goed dat ik hem nog heel eventjes check. En bij plaatje 4, foto 4, zie ik de boom achter het huis staan. Ik zie nog een klein stukje van de voorkant, dus dat moet plaatje E zijn. Goed, mocht ik een vraag trouwens niet weten, ik kan hem altijd nog even een vinkje geven. Dan zie ik op het einde, oh, daar moet ik nog heel eventjes naar kijken. Ja? Goed, de volgende vraag. Ik zie een schematische tekening en ik moet vervolgens het vooraanzicht bekijken. Er staat mooi een pijltje bij voor, dus daarin ga ik verder. En ik ga vanaf die kant kijken. Er staat hier schaal 1 op 100. 1 op 100 betekent 1 centimeter is in het echt 100 centimeter. Nou weet ik dat een centimeter, als ik 100 centimeter heb, is dat precies een meter. Dus wat moet ik doen? Als ik zie dat dit stukje 4 meter is, dan moet ik dat 4 centimeter maken, oftewel 4 blokjes op mijn scherm. Ik ga hier een lijn tekenen en ik zet eerst twee puntjes. Eentje, ik zet er hem een beetje onderaan zodat ik nog de ruimte heb. En eentje 4 blokjes verder. En ik doe dat ook naar boven. Ik zie dat deze 3 blokjes is. En vervolgens, omdat dat 3 meter is, 3 centimeter. En die andere is 4,5. Ik ga precies omhoog naar 4,5. En ik zet daar een stip. En vervolgens ga ik hier de punten verbinden. En zorg ik dat ik hem zo teken. Hij ligt ook op als hij precies op dat puntje zit. Ik zie hier geen lijn, dus teken die ook niet. Teken echt de vijfhoek. Is het dan fout als je die tekent of dat niet per se? Ik geloof niet dat ze dat helemaal fout trekken, maar je ziet hem niet in je vooraanzicht. Dus dan moet je hem niet tekenen. Ja. En dan check ik even het vooraanzicht. Schaal 1 staat op 100. Ja, ik zie verder niks, dus dan is die verder in orde. Goed, de volgende. Eigenlijk wil ik hier heel eventjes het bord voor gebruiken, want dan kan ik hem heel eventjes tekenen. Dus dat is altijd wel fijn om even echt een schetsje te maken. Gebruik dat ook, dat je zelf even een klappapiertje hebt, dat je dat even tekent. Want ze vragen, bereken hoeveel vierkante meter glas er nodig is voor de voorkant van de tiny house.
En je hoeft geen rekening te houden met de kozijn. Ik loop ondertussen deze kant. Ja, helemaal goed. Hi, daar ben ik weer. Ik zal deze keer de tiny house ga ik tekenen. En het tiny house die was een vorm van een vijfhoek. Nu, net bij het aanzicht mocht je het niet doen, maar nu ga ik wel het in twee vlakken tekenen. Namelijk een rechthoek en een driehoek. Deze is 4 meter, deze is 3 meter. En vervolgens, deze was 4,5 de hele hoogte. Dus dat betekent dat dit stukje 1,5 meter is. Als ik dat ga doen, ga ik voor mezelf ze verdelen in twee stukjes. De oppervlakte van een rechthoek, dat is deze vorm, die is 4 bij 3, lengte keer breedte. Dus dat is 4 keer 3, is 12 vierkante meter. Stapje B, dat is een driehoek. En die kan ik berekenen door lengte keer breedte te doen en dat antwoord ga ik delen door 2. Want zo'n driehoek past eigenlijk 2 keer in de rechthoek die daar zit. Dus dan doe ik in dit geval 4 keer 1,5 en dat antwoord deel ik door 2 is 3 vierkante meter. Vervolgens heb ik A en B nu berekend en kan ik vervolgens berekenen hoeveel glas ze nodig hebben door 12 plus 3, 15 vierkante meter. Dus ik heb 15 vierkante meter glas nodig. Goed, dat was mijn stukje en dan gaat Anita zo meteen weer verder. Dankjewel Marjolein. Anita staat al klaar om meer te vertellen over grote getallen, onder andere. Ja, en procenten. Want procenten is wel een favoriet onderwerp in examens. Meestal zit dat er wel in. En ook in het examen van vorig jaar in variant 1 gaat er een thema elektrische auto's over procenten. En dan komen er 3 vragen over procenten op 3 verschillende manieren. Dus handig als je dit goed kan en als je een verhoudingstabel weet te gebruiken, want dan kan je al dit soort vragen makkelijk oplossen. Het gaat over elektrische auto's. Het aantal elektrische auto's groeit. In 2019 waren er in Nederland 45.000 elektrische auto's. In 2020 waren dat er 107.000. Dit is een stijging van meer dan 100%. Nou, ik voel al een beetje aan wat de vraag gaat komen, namelijk hoeveel procent was die stijging dan? En als ik rechts kijk, zie ik inderdaad berekenen met hoeveel procent het aantal elektrische auto's in 2020 gestegen is ten opzichte van 2019. Nou, dit soort lange zinnen hak ik voor mezelf altijd een klein beetje in stukjes, zodat ik even kan begrijpen wat er staat. Dus met hoeveel procent is het gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Dus we begonnen in 2019 en we zijn dan gestegen richting 2020. Ik ga even mijn getallen highlighten. In 2019 waren het 45.000 en in 2020 waren het er 107.000. Dus dat is inderdaad een stijging, het is meer geworden. En er staat bij, dit is een stijging van meer dan 100%. Nou, dat zeggen ze niet zomaar, ze proberen je al een beetje te helpen. Want als het meer dan 100% is toegenomen, dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dus om te voorkomen dat jij straks bij je antwoord denkt, oh jee, het klopt niet, ik heb iets fout gedaan. Zeg ze alvast, ja, het wordt meer dan 100% je antwoord. Je kan natuurlijk, als je met procent gaat rekenen en een verhoudingstabel, dat op je kladblaadje doen. Maar je kan het ook hier in je scherm doen. En ik zou dat aanraden. Maak de tabel even in je scherm. Want voor de tabel krijg je al 2 punten als je die goed hebt ingevuld. Dus je ziet hier bij je antwoordvel een knopje voor tabel. Als je die daarop klikt, dan verschijnen er 4 vakjes. Maar als je daarin klikt, zie je al die groene plusjes. En dan kan je gewoon vakjes erbij maken. Dus ik wil even een kolom erbij hebben. En ik zet natuurlijk 100% procent alvast erin, want dat is belangrijk. En een belangrijke vraag is altijd, wat is nu mijn 100%? 100% is het aantal waar je mee begon, het aantal dat in dit geval gestegen is. Nou, waar begonnen we mee? We begonnen met 45.000, dus die zet ik hier eronder. En ik wil weten met hoeveel procent het is toegenomen, dus mijn antwoord gaat een percentage worden, dus ik zet daar mijn vraagteken. En dan is de vraag,
met hoeveel is het gestegen. Je kan dit op twee manieren doen. Je kan eerst uitrekenen met hoeveel het aantal is toegenomen. Dus wat is het verschil tussen 107.000 en 45.000? Dat ga ik even in mijn rekenmachine. 107.000 min 45.000. En als ik iets heb uitgerekend, dan klik ik altijd op de plakkenknop. Ah, dat zet hij er al in. Ik ga hem voor de zekerheid ook nog even eronder zetten om te laten zien dat ik deze berekening heb uitgevoerd. Want die berekening is natuurlijk één van de vier punten die ik voor deze vraag kan behalen. Ik ga dus uitrekenen met hoeveel procent is het toegenomen. Ik weet nu al, het is met 62.000 auto's toegenomen. Hoeveel procent is die 62.000 dan van de 45.000 waar ik mee begon? Ik heb de getallen nu in de verhoudingstabel staan. Dus ga ik kijken. Ik ga onder, heb ik twee getallen staan. Dus daar kan ik dus tussen stap 1 neerzetten. Ik kan van 45.000 naar 62.000. En boven zet ik altijd even een kruisje, dat daar niks komt. Nou, hoe ga ik van 45.000 naar 62.000 via 1? Door te delen door 45.000 en dan keer 62.000 te doen. Dus dat moet ik ook vanaf mijn 100 doen om bij mijn vraagteken uit te komen. Dus die zet ik in mijn rekenmachine, de berekening die uit mijn verhoudingstabel volgt. Dus ik krijg 100 gedeeld door 45.000. 45.000 keer 62.000. En dan kom ik uit op 137,7777. En dat is inderdaad meer dan 100. Dus ik denk dat mijn antwoord klopt. Ik plak dit natuurlijk meteen weer in mijn antwoordveld. En dan schrijf ik nog even apart altijd het antwoord op de vraag op. Met hoeveel procent is het toegenomen? Dan ga ik natuurlijk even afronden. Er staat niet bij op hoeveel decimalen ik moet afronden. Dus dat betekent dat ik gewoon mag kiezen als ik maar afrond. En 137,777 kan ik bijvoorbeeld afronden op 138% of 137,8 is allebei goed. Andere manier om dit te doen is door de minsom op het einde te doen. Dus dan zet je niet die 62.000 in je tabel, maar dan zet je de 107.000 in de tabel. En dan moet je op het einde nog 100% eraf halen. Dat is in dit geval voelt iets onlogischer, dus ik hou het even op deze. Vier punten voor deze vraag. De tabel is 2 punten en ik heb nog 2 berekeningen. En ik heb mijn antwoord goed afgerond, dus volgens mij zit ik helemaal goed. Ik ga naar de volgende vraag. In 2020 waren er 107.000 elektrische auto's. In Noorwegen waren er in 2020 in totaal 2.800.000 auto's. 12% daarvan was elektrisch. Bereken in welk land er in 2020 meer elektrische auto's waren. Was dat Noorwegen of was het Nederland? En typ je berekening in. Voor deze vraag krijg ik 4 punten, dus er moet best weer wat gebeuren. En de vraag is, in welk land waren er meer? Noorwegen of Nederland? Dat is iets wat vaak dan vergeten wordt, om op het einde daar nog even antwoord op te geven. Dus ik ga eerst nu beginnen met mijn berekeningen, maar ik weet dat ik op het einde nog even een conclusie moet trekken. Was het nou Noorwegen of was het nou Nederland? In Nederland zijn het er 107.000, dus dat zet ik voor mezelf alvast even neer. Wees niet bang om in je antwoordveld een soort aantekeningen voor jezelf te maken, want je mag daar gewoon alles opschrijven wat van belang is. In Nederland 107.000. En in Noorwegen zal ik moeten uitrekenen, want het waren in totaal 2.800.000 en 12% daarvan was elektrisch. Dus ik ga weer een verhoudingstabel maken. En dan heb ik een extra kolom nodig. Mijn 100%, nou, dat is duidelijk, dat is die 2.800.000. Het zijn grote getallen, dus let op het aantal nullen, tel het altijd nog even na. En het zijn 12% daarvan, dus ik wil weten hoeveel auto's zijn dat. Ik heb in dit geval boven twee getallen staan, dus daar kan ik via 1 gaan rekenen. Dus boven zet ik de 1 in het midden en onder het kruisje. Van 100 naar 12 via 1 is delen door 100 keer 12. Dus dat ga ik ook vanaf die 2.800.000 doen om bij mijn vraagteken uit te komen. Dus ik pak mijn rekenmachine erbij. Ik vertrek vanaf 2.800.000. 1, 2, 3. En die ga ik delen door 100. Keer 12. En dan kom ik uit op 336.000. Ik heb iets berekend in mijn rekenmachine, dus dat plak ik erin. En dan is het nu dus belangrijk om antwoord te geven op de vraag.
In Noorwegen zijn dus 336.000, in Nederland 107.000. Dus, welke is meer? Dus in Noorwegen. 4 punten, 2 punten voor de tabel, 1 punt voor de berekening en dus berekenen hoeveel er in Noorwegen zijn en 1 punt voor mijn antwoord, mijn conclusie. Ga ik naar de derde vraag over die elektrische auto's, krijg ik nog een keer procenten. Wat gaan ze nu weer verzinnen? In het eind 2020 waren er 107.000 elektrische auto's. In 2021 kwamen er gemiddeld per maand 11.280 elektrische auto's bij. Bereken naar hoeveel hele maanden er voor het eerst meer dan 200.000 elektrische auto's in Nederland waren en typ je berekening in. Oh, dit is eigenlijk helemaal geen procentenvraag. Hier herken ik hetzelfde patroon in als wat ik bij de eerste vraag had, namelijk er is een lineair verband. Ik begin bij 107.000, er komt elke maand hetzelfde bij, namelijk 11.280. En ik moet weten wanneer kom ik dan boven die 200.000 af uit. Dus dat kan ik op dezelfde manier doen als in het eerste thema, door 107.000 plus 11.280 en dan keer het aantal maanden te gaan doen. Er is ook nog een andere manier, die zal ik even voordoen. Als je daar namelijk niet op komt, maar je snapt wel, ik moet gewoon steeds 11.280 erbij doen tot ik boven 200.000 kom, kan je natuurlijk dat ook gewoon met je rekenmachine, even zo, 107.000 plus 11.280. Nou, na 1 maand is het dus dit. Ga ik het gewoon plakken. En dan zet ik even voor mezelf erachter. Dit is na 1 maand. En dan ga ik er weer 11.280 bij doen. En dat ga ik weer plakken. Dan is het na 2 maanden. Ik zit nog niet boven de 200.000. Dan ga ik weer 11.280. Je ziet dat dit wat langer duurt. Maar zo kom je er ook. En dit is voor iedereen goed te volgen, denk ik dan altijd maar. Dus als je denkt, ik weet, er moet vast een sneller manier zijn, maar dat snap ik niet. Ik weet wel hoe dit moet, dan doe je het gewoon zo. Als je maar gewoon goed opschrijft wat je aan het doen bent. Zodat wij, als we het nakijken, kunnen volgen. Wat heb je gedaan en is het logisch? Ik zit nog steeds niet boven de 200.000. Toch handig zijn als hier een knopje voor was, hè? Dat hij het gewoon zo automatisch erbij deed. Die plakfunctie is al wel heel chill. Die ja, die plakfunctie is dus heel, dat scheelt een hele hoop tijd in dit geval. Ik zit al op 7 maanden, maar ik begin in de buurt te komen. En deze vraag is de 3 punten, dus ik moet natuurlijk wel weer laten zien, ook de laatste keer dat hij er nog niet was. Oh, dan gaat iets mis. Ik had 185. 960 plus 11.280. Nou, nu zit ik net onder de 200.000. Dus dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik eronder zit. Dus na 8 maanden nog niet. En dan ga ik er nog 1 keer 11.280 bij opdoen. En dan plak. Ja, plak. Dan zit ik er nu boven. En omdat ik er steeds 1, 2, 3, 4, 5 achter heb gezet, is dus duidelijk dat na 9 maanden... is nu mijn antwoord en ik heb laten zien dat dat zo is. En dan kunnen we door met het volgende thema. Ja, en dat gaat Marjolein behandelen en dat gaat over hoeken. Ja, jullie hebben nou examenvariant 1, hebben jullie wat belangrijke dingen uitgehaald. We gaan zo meteen naar examenvariant 2. Betekent niet dat wij heel het stuk hebben gedaan, maar even de belangrijke dingen eruit. Ik mag weer iets van meetkunde gaan doen, vind ik heel erg leuk om te doen. Dat gaat over KNEX. Vroeger heel veel mee gebouwd en gedaan. Ik denk dat we tegenwoordig niet meer zoveel gebruiken. Maar daar gaan ze een vraag over stellen. En daar staat bij, bereken zonder te meten hoeveel graden de hoek bij A is. Betekent, we hebben wel zo'n mooie koershoekmeter, maar ze zeggen niet voor niks, ga niet lopen meten en dan je antwoord invullen, want dan krijg je geen punten voor. Je kan wel even checken of je een beetje in de buurt zit, want ze gaan geen rare dingen vragen, maar het is wel belangrijk dat je weet van wat moeten we hier gaan doen. Nou, daar staat bij, het is speelgoed waar je mee kunt bouwen en het bestaat uit staafjes en verbindingsstukken. Je ziet een figuur die gebouwd is met 5 dezelfde staafjes en 1 verbindingsstuk. De hoek met 2 opeenvolgende staafjes is steeds even groot. Dus ik weet, deze zijn allemaal even groot. Nou,
Ik zie dat het een gestrekte hoek is hier. Ik zie deze lijn en dat betekent dat het een gestrekte hoek is. En een gestrekte hoek, die is altijd 180 graden. Gestrekte hoek. Nou. Is 180 graden. Schrijf dat even voor jezelf op. Nou, hoeveel hoeken zie ik hier? Ik zie er 1, 2, 3 en 4. Dus ik ga mijn rekenmachine bijpakken. En ik ga 180 delen door 4. En ik zet het erin. En dat hij 45 graden is. Ik krijg 2 punten voor deze vraag. En ik zet nog heel even mijn conclusie eronder. Dus hoek. Oh. Dus hoek A is 45 graden. Goed, gaan we naar de volgende vraag. Daar staat bij, teken in de tekening, alle symmetrieassen van dit figuur. En een symmetrieas is eigenlijk een spiegellijn of een vouwlijn. Pak een zwaard, zorg dat je het figuur helemaal doormidden maakt en dat links en rechts allebei hetzelfde is. En ik zie, ik krijg hier 2 punten voor. En ik moet allemaal tekenen. Nou, ik zie in dit figuur, deze is de makkelijkste, dat ik van boven naar beneden een lijn kan tekenen. Zorg dat het hele figuur erin staat. Ik kan een heel klein beetje naar beneden doen, dat het hele figuur erin staat. Van boven naar beneden ga ik een lijn tekenen. Ik zie. En dan kan ik hem dus door midden snijden. En als ik hem vouw, is dat precies hetzelfde figuur. Kan ik ook van links naar rechts doen. En dat kan ik eigenlijk bij elk staafje doen. Dus dat betekent, ik kan hem overal intekenen. En als ik hem zo omklap, dan is links en rechts elke keer hetzelfde. Ik ben nog niet helemaal klaar, want ik zie nog meer. Als ik hem hier zo doormidden zou snijden, zou ik hem ook zo om kunnen klappen. Want ik zie dat dit staafje zit precies gespiegeld. En dat geldt voor allemaal. Dus dat betekent, ik moet hem ook deze kant doorsnijden. Dat kan ook. Hier is het best moeilijk om hem helemaal goed erin te zetten, maar probeer in ieder geval zorgen dat hij door de twee hoeken goed doorheen gaat. Heel even kijken of ik hem iets langer kan maken. Even kijken. Dat is lastig, maar ik zorg in ieder geval dat die twee hoeken erin zitten. Ik kan hem zo meteen denk ik nog een stukje verplaatsen. Dan ga ik hem zo doorheen tekenen. En dan heb ik ze allemaal getekend. Ik denk dat hij hiermee zo groter kan worden. Nee, dan ga ik hem alleen maar verbinden, dus dat werkt ook niet zo goed. Goed, ik heb allemaal de symmetrieassen helemaal getekend. Nou, hebben we hier weer een vorm. Ik zie een filmfragment, hebben we nog niet gezien. Het filmfragment duurt nooit zo lang, maar kijk dat altijd even wat ze erin zeggen. Maar ze laten alleen eventjes iets zien dat ze iets gaan bouwen. En ze vragen, wat is dit nou voor wiskundig figuur? Dan straks hebben we de ruimtefiguur gezien. Dat was 3D. Dit is een 2D figuur. En ik zie hier, als ik goed kijk, dit stukje wordt verbonden met een schuin lijntje naar de onderkant die evenwijdig loopt aan de andere gele. En dan komt er een witte die weer evenwijdig loopt. Dan krijg ik een parallelogram. En sommigen noemen dat een scheve rechthoek. Als jij het zo onthoudt, is dat helemaal prima. Maar goed spellen, parallelogram, gelukkig is de meerkeuzevraag. Met 4 L'en schrijf je dat. Dat was vraag 3. Komen we bij de laatste vraag over de KNEX. En daar staat bij, je ziet 3 verschillende figuren die gebouwd zijn met KNEX. En geef bij elk figuur aan of die lijn symmetrisch is. Nou, lijnsymmetrisch, wat was dat ook alweer? Kan ik er met een zwaard een lijn doorheen tekenen? Als ik hem dan door op elkaar plak, is dat dan gelijk? Nou, ik zie bij het eerste figuur, kan ik van links naar rechts een lijn intekenen. Dus dan is die lijnsymmetrisch. Controleer straks alsjeblieft of je overal alles hebt ingevuld. Bij de volgende, parallelogram. Mensen denken, oh, die ziet er wel gelijk uit, dus dat is dan lijnsymmetrisch. Nee. Ik kan nergens een lijn intekenen. Als ik hem omklap, is het namelijk ongelijk. Dus dit is niet lijnsymmetrisch.
En de laatste van de tekeningen. Prachtig mooi plaatje. Ik kan hem zo door midden doen. Dan komt dat rode stuk naar boven. Dus dan is die lijn symmetrisch. Ik kan dat aan de zijkant doen door de rode lijnen. Komen de witte stukken naar elkaar toe, is die lijn symmetrisch. Schuin is die dat niet, maar dat maakt niet uit. Hij is in ieder geval lijnsymmetrisch. Goed, dat was hem. De vier vragen over de meetkunde van examenvariant 2. Dankjewel. Ik zie iedereen al op, tijdens het examen opeens. Is het lijnsymmetrisch of niet? Kan je het op elkaar klappen tijdens het examen? Dankjewel. We gaan door naar Anita. Ja, we hebben eigenlijk nu de belangrijkste onderwerpen die je waarschijnlijk tegen gaat komen in je examen wel een beetje gehad. Meetkunde is belangrijk, hè? Figuren, 3D, 2D, lijnsymmetrie. Procenten met verhoudingstabellen komen heel vaak tegen. Er zit altijd iets mee in met een formule, met een lineair verband. Maar wat we nog even wilden laten zien uit dit examen is nog een andere meetkundevraag. Namelijk over de geitenwei, want we hebben het al wel gehad over rechthoeken en driehoeken, maar we hebben het nog niet gehad over cirkels. En cirkels zijn ook een belangrijk figuur om over te weten, want die komen ook vaak voor. Nou, dit thema gaat over een geitenwei. Je ziet een mooi plaatje van een gezellige geit. En er staat bij dat Dion zijn geit heeft vastgemaakt met een touw aan een paal en dat is punt P. En punt P zie je hier in het rooster. Als het touw strak gespannen staat, is de afstand van de geit tot de paal 300 centimeter. In het bovenaanzicht is deze afstand 4 centimeter. Dus hier komen we eigenlijk weer ook met schaal terecht. Dus dat is ook een onderwerp wat je waarschijnlijk tegen gaat komen. De vraag is, teken in het bovenaanzicht de rand van het gebied waar de geit van Dion kan komen. Nou, dus een paal, die geit zit met een touwtje daaraan vast. En als die geit gaat lopen, dan kan die zo ver mogelijk van die paal af steeds. 300 centimeter, oftewel 3 meter. En als je dat gaat doen, dan krijg je een cirkel. Dus we moeten nu een cirkel gaan tekenen. En je ziet daar ook een knopje voor staan. Dus dat is alweer een hint. Er staat een knopje van een cirkel. En belangrijk is natuurlijk dat die cirkel precies groot genoeg wordt. In het bovenaanzicht is de afstand 4 centimeter, hebben ze al voor je gezegd. Vanaf de paal naar de buitenkant. Dus ik ga het cirkelknopje aan te klikken, dan klik ik altijd eerst op het middenpunt, dus waar het midden van de cirkel moet komen, punt P. En dan hou ik mijn muis ingedrukt en dan ga ik slepen. En dan zie ik dat ik zo de cirkel groter en kleiner kan maken. 4 centimeter, oftewel 4 hokjes, dus 1, 2, 3, 4 hokjes. En dan laat ik hem los. En dan heb ik een cirkel getekend met een straal van 4 centimeter. En dan heb ik antwoord gegeven op de vraag, dus kan ik door naar de volgende. Dat is dezelfde informatie, zie ik aan de linkerkant. Dus de vraag is nu, laat met een berekening zien dat de schaal van het bovenaanzicht 1 op 75 is. Dit is weer zo'n vraag waarbij je het antwoord eigenlijk al hebt gekregen. Je weet dat de schaal op 1 is 75 uit moet komen. Maar je moet laten zien hoe je dat zou kunnen berekenen. Er staat in de informatie dat het in het echt 300 centimeter is en in de tekening 4 centimeter is. De schaal is 1 op 75, dus dat betekent dat het in het echt 75 keer groter is dan in de tekening. En dat moet ik even laten zien met een berekening. Nou, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat als ik 300 deel door 4, zo zou ik de schaal berekenen. Dus ga ik kijken hoeveel keer groter is het in het echt dan op de tekening. Ga ik dat delen door elkaar, kom ik inderdaad uit op 75, zet ik er neer. Een andere optie zou ook kunnen zijn dat je andersom denkt en zegt die 4 centimeter op de tekening, als ik die dus 75 keer groter ga maken, dan kom ik als het goed is uit op 300. Mag ook. Bij vraag 15 is een vierpuntenvraag, dus hier moet kennelijk weer heel wat gaan gebeuren. En dan zien we nu weer een tekening met ook weer een samengesteld figuur. Eerder in deze video zag je een vijfhoek, een huisje, wat dus bestond uit een rechthoek met een driehoek erbovenop. En hier zien we eigenlijk een rechthoek met twee helften van een cirkel aan de zijkant. Dion wil namelijk dat zijn geit meer ruimte krijgt en hij spant daarom tussen de punten A en B een draad. En aan dat draad maakt hij een touw van 3 meter vast. Dat is de rode lijn. Dus van A naar B loopt een draad en die rode lijn, dat is het touwtje waar de geit aan loopt en die kan dus bewegen. Daardoor krijg je het hele groene gebied
als gebied waar de geit wel kan komen. Dan staat erbij, de oppervlakte van een cirkel kun je berekenen met de woordformule. Oppervlakte is 3,14 keer straal keer straal. Nou, als ze die formule geven, dan moet je daar kennelijk iets mee gaan doen. Dus dat betekent dat ik in ieder geval ga uitrekenen 3,14 keer de straal keer de straal. De vraag is, hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van het groen gekleurde gebied in werkelijkheid? Het groen gekleurde gebied ga ik dus even voor mezelf opdelen in een rechthoek en twee halve cirkels die samen één hele cirkel vormen. En op het einde zal ik dan de oppervlakte van de rechthoek en de cirkel bij elkaar op moeten tellen, zodat ik het hele groene gebied krijg. Ik begin even met de rechthoek, want dat is het makkelijkst. De rechthoek is 10 meter breed en ik zie dat die vanaf de helft naar boven 3 meter hoog is. Dat betekent dat de hele rechthoek natuurlijk 6 meter hoog is. En dat is eigenlijk een hele simpele berekening, maar die ga ik wel even opschrijven, want daar krijg ik waarschijnlijk een punt voor. Dus ik doe even 3 plus 3 is 6, plak ik erin. Dat is mijn eerste punt, nog maar 3 te gaan. En dan kan ik nu de oppervlakte van de rechthoek doen, namelijk 6 keer 10. En dat is 60 vierkante meter, dus die plak ik er ook in. Dan zet ik even voor mezelf erachter, rechthoek. Dan moet ik nu nog de cirkel hebben. En de oppervlakte van de cirkel is 3,14 keer straal keer straal. De straal is de afstand van het midden van de cirkel naar de buitenkant. Dus de lengte van die rode lijn in dit geval, 3 meter keer 3 keer 3. Dus de oppervlakte van de cirkel is 28,26 vierkante meter. Ik heb al 1, 2, 3 berekeningen opgeschreven, dus al 3 punten binnengehaald. Nu moet ik nog de laatste punt, en dat is natuurlijk om het bij elkaar op te tellen. Dus ik doe nu 28,26 plus die 60 van de rechthoek. En dan kom ik op het hele groene gebied uit. Ik controleer nog even, er staat niks over afronden. Ik kom uit op 2 decimalen, dus die kan ik gewoon zo laten staan. Dan zit ik wel veilig. De maten waren in meters en het antwoord moet in vierkante meters, dus ik hoef ook niks meer om te rekenen. Ik ben nu gewoon klaar. Hartstikke fijn. Dan ga ik door naar de laatste vraag. Het gaat nog steeds over hetzelfde groene gebied. En de vraag is nu, bereken de omtrek van het groen gekleurde gebied. En er staat ook weer een formule bij voor hoe je de omtrek van een cirkel berekent. Eigenlijk doe ik nu hetzelfde als bij de vorige vraag, alleen nu met de omtrek in plaats van de oppervlakte. Dus ik moet de lengte van de hele lijn eromheen. Dan heb ik natuurlijk 2 rechte lijnen waarvan ik al weet dat die 10 meter zijn. Maar de omtrek van de cirkel heb ik nog nodig. Dus ik ga 3,14 keer de diameter doen. Ik weet de straal, die is 3. De diameter is dan dubbele daarvan. Dus dat is alvast weer een eerste berekening die ik ga opschrijven. Ik doe 3 keer 2, zodat ik het dubbele heb. Dat is 6. En die diameter ga ik keer 3,14 doen voor de omtrek van de cirkel. Plak ik er ook in. En dan moet er nog bij die 10 meter van de 2 keer van de rechte lijnen. Dus plus 10, plus 10. Plak ik die er ook in. Mijn plakknop is weer geweldig. En ik heb 3 berekeningen opgeschreven. Moet ik nog afronden? Nee, zie ik niks over staan. Dus volgens mij ben ik klaar. Ja, schuld tegen tijd. Geen extra werk doen. Ja, dankjewel Anita. Dan gaan we wisselen. We zijn bijna aan het einde gekomen, maar niet voordat Marjolein jullie nog iets heeft uitgelegd. Ja, een heel mooi stukje over meetkunde weer. Ik ga door. We gaan 1 onderwerpje overslaan en dan gaan we verder met domino-stenen. Restaurants, die kan je later zelf nog eventjes maken, maar we gaan het nu hebben over domino-stenen. En ik heb weer een mooi filmpje en ik ga eerst even het filmpje kijken. Ik zie dat die 15 seconden duurt. Dus soms zie je een heel informatief filmpje, soms slaat het helemaal nergens op, maar is het wel lekker om even je gedachten te verzetten. Even rustgevend muziekje. Precies, ook eronder. Ja, lekker kan eventjes. Kan je jezelf een beetje tijdens het examen. Ja, ja. Ja, helemaal goed. Het gaat over dominostenen die om gaan vallen. En Thijs die heeft ze weggezet en hij meet dat in 45 seconden een rij dominostenen met een lengte van 171 centimeter omvalt. Laat met een berekening zien dat er in 1 minuut een rij dominostenen met een lengte van afgerond 2,3 meter omvalt. Dat is de vraag.
Nou, het eerste wat ik ga doen is een verhoudingstabel maken. Heb je ook wel eens dat je denkt, oh, ik ga een verhoudingstabel maken en denk je later van, oh, ik heb het helemaal niet nodig. Ga er dan even onder staan en druk twee keer op het kruisje weg. Eén keer wordt hij even blauw en daarna kan je hem weghalen. Goed, ik ga mijn verhoudingstabel maken. Nou wil die niet meer erin. En ik ga vervolgens hier dingen inzetten. Hij meet dat 45 seconden een afstand meet. Dus dat betekent dat ik bovenin tijd ga zetten en onderin afstand. Ik schrijf dat er altijd even bij, dat we het niet over pannenkoeken hebben, maar over tijd en afstand. 45 seconden schrijf ik er even bij, dat schrijf ik bovenaan bij de tijd. En ik moet uiteindelijk naar 1 minuut. 1 minuut is straks 60 seconden. Dus dat schrijf ik er ook even bij. Sorry, ik kan soms niet zo heel goed zien wat ik typ. Ik wil natuurlijk ook eventjes jullie zien. Dus vandaar dat dat soms een beetje lastiger gaat. Nou, de afstand hier, die was 171 centimeter bij 45 seconden. Die vul ik ook alvast in. En uiteindelijk moet ik straks naar de meter. Dus dan ga ik wel even onthouden dat ik dat niet vergeet. Zoals jullie er straks ook bij Anita hebben gezien, ik heb hierboven twee getallen. Dus ga ik daar aan de bovenkant ook echt naar 1 rekenen. Dat betekent dat ik de som ga maken gedeeld door 45 en keer 60. Als ik dat boven doe, doe ik dat onder ook. Dus de berekening die ik maak is 171 delen door 45 en keer 60. Vul ik in en ik gebruik mijn plakknop. Ik zorg dat ik er wel eventjes op een regel sta, want anders plakt hij me niet in. Controleer dat alsjeblieft, want anders is dat heel zonde. Ik heb wel eens een leerling gehad die zei, ja, maar ik heb dat toch allemaal ingevuld. Ja, dan moet het wel even er goed ingeplakt worden, dus controleer dat even. Nou, hier komt uit 228 centimeter en we moeten antwoord geven in meter. En dan zet ik 228 centimeter is 2,28 meter en dat is afgerond 2,3 meter. Dus dat klopt. Controleer dat ook altijd eventjes. Even controleren hoeveel punten ik kon verdienen. 2 punten. Je mag hem met de berekening en het antwoord afronden. Is die helemaal goed. Volgende vraag. We gaan om tijd rekenen. En tijd is moeilijk soms om goed uit te leggen, omdat je over de uren heen gaat. Ga daar niet een simpele plussom van maken, want een minuut is echt 60 seconden bijvoorbeeld. En dat werkt anders. Dus ga alsjeblieft even goed met tijd rekenen. Nou, Thijs is nog steeds bezig. Hij heeft er een hele dagtaak aan. Hij zet de dominostenen in een rij achter elkaar. Hij maakt een rij en de totale lengte is 46 meter. Om 4:10 stoot hij de eerste dominosteen van deze rij om. Hij weet dat in 1 minuut een lengte van 2,3 meter omvalt. Bereken hoe laat de laatste dominosteen van die rij die Thijs heeft gemaakt omvalt. En typ ook je berekening in. Nou, ik heb een rij van 46 meter en in 1 minuut is het 2,3 meter. Dat is het eerste wat ik ga uitrekenen. 46 delen door 2,3. En die vul ik hier zo in. Dat is 20 minuten. Ik heb de tijd dat het begon was 4:10. 15:50 plus 10 minuten. Dan kom je op 4 uur uit. Ja, sorry. Ja, ik zei het net al, het net een ander toetsenbord is soms wat lastig. Kan jij ook hebben, hè, op je eindexamen. Dus ga ik niet in paniek. Geeft echt niks als je ergens een typfoutje hebt gemaakt. Controleer later wel even of je dat goed hebt gedaan. En vervolgens ga je naar de volgende regel. Want ik moet nog 10 minuten van die 20 minuten opdoen. En dat is 4:10. Helemaal goed. 2 punten ook. Valt wel mee met oogt. Goed, de laatste vraag over de dominostenen. We hebben 4,5 miljoen dominostenen. En de gebruikte dominostenen zijn 0,5 centimeter dik. Die zie je in het plaatje. En 1,5 centimeter staan ze uit elkaar.
En de vraag is, bereken hoeveel kilometer de lengte van de rij dominostenen van het wereldrecord was. Nou, ik zie hier eerst 4,5 miljoen. Het eerste wat ik ga doen is 4,5 miljoen uitschrijven. Een miljoen, dat is iets wat je uit je hoofd moet weten, heeft 6 nullen. En in plaats van die ene nul ga ik de 5 wegzetten. Dus die komma 5 is in plaats van 1 nul. Dus krijg ik 4,5 miljoen, schrijf ik dat zo. Dus 4,5 miljoen dominostenen. Vervolgens, dominostenen, ga ik kijken naar het plaatje. En ik zie hier die 0,5 centimeter en die 1,5 centimeter is samen 2 centimeter. Dus ik schrijf dat ook even op. 0,5 keer of plus 1,5. En dat is 2 centimeter. Dus die vul ik dan in. Elk stukje, als ik een domino steentje heb weggezet, is het daarna weer een centimeter verder. Maar na het laatste domino steentje is het straks 1,5 centimeter die ik daar niet bij op moet tellen. Dus dat moet ik straks even niet vergeten. Vervolgens ga ik dit keer die 4,5 miljoen doen. Krijg ik hier 9 miljoen. Vul ik hem hieronder in. Ja, als ik dus naar dit plaatje kijk, dat laatste stukje hier zet ik mijn laatste domino stukje tussen. Die 1,5 tel ik er dan niet meer bij op. Dus ik moet, om het heel precies te doen, nog die 1,5 eraf halen. En zet het zo weg. Stel dat je dat nou vergeet, dan kan ik me voorstellen, dan zal dat niet zo'n heel groot probleem zijn. Maar wel goed om even te doen. Nou, dit is natuurlijk een centimeter. En ze vragen niet in centimeter, maar ze vragen in kilometer. Gebruik alsjeblieft het rijtje. Ik schrijf hem er nog even bij. Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter en millimeter. Ik onthoud altijd het ezelbruggetje. Kan het dametje met de centimeter meten? Ik zie van centimeter die we nu hebben, ga ik 5 stapjes doen om bij de kilometer uit te komen. Dus dat betekent dat ik dat op mijn rekenmachine ook ga doen. En dat zijn 5 stapjes van delen door 10. En dat betekent dat ik ga delen gedeeld door 10, gedeeld door 10, gedeeld door 10, nog een keer en de laatste keer delen door 10. En ik laat hem invullen. En dat betekent dat de afstand, behoorlijke afstand is, afgerond 90 kilometer. Dat was hem helemaal. Anita gaat zo nog even vertellen over het inleveren. En dan zie ik jullie een volgende keer. Ja, mocht je wisselen van plek. Ja. Nou, hopelijk heb je zelf ook meegedaan met het oefenen in facet. En als je de opgave maakt in facet, dan is het natuurlijk ook heel fijn en heel belangrijk dat je het nakijkt. Want dan weet je of je het goed gedaan hebt. En dan krijg je ook steeds meer inzicht in wat is eigenlijk belangrijk bij het invullen van het antwoord van zo'n vraag. En waar krijg je nou precies punten voor. Als je bezig bent in facet, dan als je bij de laatste vraag bent, dan kom je op een gegeven moment, nou allemaal tekst niet zo interessant, kom je in dit overzicht terecht. In het overzicht kan je zien welke vragen je hebt beantwoord en welke niet. Nou, we hebben nu wat vragen overgeslagen. En als je zo'n vraag een labeltje hebt gegeven, dan kan je hier ook nog zien van, oh ja, die vraag wou ik nog even naar terug om nog een keer naar te kijken. Of die wist ik niet, ga ik nu nog even proberen, want ik heb tijd over. Als je er tevreden mee bent, dan klik je hier op inleveren. Want pas als je hebt ingeleverd, kan je gaan nakijken in facet. En als ik nu heb ingeleverd, als ik op afsluiten zou drukken hieronder, dan is het ook weg. Mijn antwoorden die worden niet bewaard. Dus zorg dat je eerst even rustig gaat nakijken en dat je het pas wegklikt als je er echt klaar mee bent. Nou, om even een voorbeeld te nemen, even kijken welke vraag hadden we gemaakt. Bijvoorbeeld opgave 13. Als je nu naar een opgave gaat, dan zie je hier zo'n schermpje met het correctievoorschrift, het nakijkmodel. Als wij als docenten jullie examens gaan nakijken, zien wij dat ook op deze manier in facet. Er is nog een tweede schermpje en dat is met de score.
Nu, als wij het gaan nakijken, kunnen wij daar de score invullen. Maar bij het oefenen in facet staat er altijd als score 0. Schrik daar niet van. Dat betekent niet dat je al je vragen fout hebt gedaan. Dat staat daar gewoon standaard. Kan je niks aan veranderen. Dus dat kunnen we gewoon negeren. Het correctievoorschrift, die is even belangrijk. Daar zie je in dit geval de cirkel die getekend moest worden. En als je naar beneden scrolt, zie je staan waar krijg je punten voor. In dit geval krijg je 2 punten voor het tekenen van een cirkel. Dus het moet het figuur een cirkel zijn. Het moet een middelpunt hebben vanuit P. En de straal moet 4 centimeter zijn. Dus die 3 dingen moeten allemaal waar zijn over datgene wat jij hebt getekend. Er staat nog een opmerking onder, namelijk geen of 2 scorepunten toekennen. Dus dat betekent of je hebt het allemaal goed gedaan en je hebt 2 punten, of het klopt niet en het is helaas 0 punten. Zo kan je bij elke vraag dus zien wat de antwoorden zouden moeten geweest zijn. Bedenk wel dat in zo'n antwoordmodel staat 1 specifieke manier om het te hebben berekend of te hebben beantwoord. En het betekent niet altijd dat dat de enige manier is om het goed te doen. Dus heb jij het op een andere manier gedaan, maar heb je wel het goede antwoord bijvoorbeeld gekregen, dan kan het heel goed zijn dat je daar ook gewoon die punten voor hebt verdiend. En dat is dan het moeilijke van ons werk, dat we dat moeten beoordelen en soms flink moeten bediscussiëren met elkaar. Is het wel of niet punten waard en hoeveel dan? Dat is ook wel de reden dat het belangrijk is om altijd zoveel mogelijk op te schrijven en goed te laten zien wat je gedaan hebt. Want dan kunnen wij goed kijken wat is allemaal punten waard. En als je er klaar mee bent, dan ga je gewoon klik je op afsluiten en dan ben je er weer uit. En kan je een ander examen gaan oefenen. Ja. Ook een handige tip altijd. Ja, en dan heb je als het goed is uiteindelijk je examen gewoon gehaald. Want dat gaat denk ik wel gewoon lukken, zeker, toch? Maar nog niet zonder, of tenminste dat is altijd heel fijn, nog een paar laatste tips. Marjolein, wat zou jij nog willen meegeven aan iedereen die binnenkort het examen gaat maken? Nou, heel erg belangrijk, vooral bij wiskunde, is soms kom je helemaal niet uit een vraag. Weet je niet wat je kan gaan doen. Zie je altijd wel getallen in de som staan. Ga alsjeblieft die getallen keer elkaar doen, delen elkaar doen, dat je overal in ieder geval iets invult. En controleer of je de vragen echt hebt beantwoord. Ja, goeie, dankjewel. En dan gaan we nog eventjes naar Anita. Oh, je hebt wel heel veel tips gegeven, maar wat wil jij nog meegeven aan iedereen die kijkt? Wat nog wel belangrijk is, is dat om te leren voor wiskunde is natuurlijk heel belangrijk om heel veel te oefenen. Dus maak heel veel examens, oude examens en kijk ze ook na. Maar er zijn zeker ook dingen die je gewoon uit je hoofd kan leren. En het is voor jezelf ook heel fijn als je die dingen in ieder geval gewoon weet. Hoe bereken ik de oppervlakte van een rechthoek? Hoeveel seconden zitten er in een minuut? Hoeveel in een uur? Allemaal van dat soort feitjes die je gewoon in je hoofd kan stampen. Ja, goeie. Heel erg bedankt jullie voor al het werk en voor de uitleg. Gooi ook even shout-out voor iedereen hier in de comments. Kijk ook vooral even andere spreekuren, want dan ben je gewoon heel goed voorbereid. Dank jullie wel. Heel veel succes. You've got this. Doeg.